Ik ben vandaag in het zo mooie Amsterdam. Ik begin mijn filmpjes altijd met het is de R tot de O, het is gewoon Rarko. Maar wacht eens even, vandaag kom ik anders. Als ik jullie nu dit laat horen. Voor de oude garde die hem kent, het is de M tot de M. Het is gewoon Mimoen. Ik heb vandaag in Amsterdam afgesproken met Mimoen. En ik ga vandaag met hem een vlog maken. Hij appte mij van, hij heeft een Mercedes A-klasse 2.38. En als je nu de camera een stukje naar achteren gaat draaien, zie je daar een legend. Het is de M tot de M, het is gewoon Mimoen. Ik ben geen legend, mijn auto is een legend. Ik ga vandaag met Mimoen chillen, hij gaat me leren hoe je moet acteren. R tot de O, het is gewoon Rarko. Nou, niet veel praten, laten we dan maar gelijk beginnen. Rarko gaat een hele vervelende leerling spelen in de klas. In principe hoeft hij niet te acteren, want deze man is altijd vervelend. Maar toch ben ik benieuwd hoe hij dit doet. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Allemaal zitten. Kom maar zitten. Pak allemaal jullie laptop. En waar waren we vorige keer gebleven? Engels. Meneer. Hallo. Rarko. Engels, kun je even bijpakken? Ik zie dat ze veel... Don't speak English, maar even mister. Rarko, kun je even pagina 22 beginnen voor te lezen? Zittend. Ik heb je niet gevraagd om naar voren te komen. Zittend. Zag mijn moeder schroet mij niet en wie ben jij? Mijn moeder schroet mij niet en wie ben jij? Wil je lachen? Ga maar naar school. De laatste keer dat jullie hem zien. Oké, waar waren we gebleven? Engels, hè? Pagina 2. Waarom ben ik uitgestuurd? Waarom? Wat heb ik gedaan? Mag ik nog één kans? Ga weg! Wil je lachen? Ja, ik wil lachen. Mag ik nog één kans? Alsjeblieft. Oké, nog één kans. Maar niet in de les. Kom. Maar nog één kans, ja? Nog één kans. Sommige mensen moet je geen tweede kans geven. Rarko is daar even. Rarko, eerste vraag, hè? Wat heb je voor mij gekozen? Ik heb met zoveel bekende mensen, met zoveel populaire mensen, veel meer kiest mij wel. Oké, waarom ik jou heb gekozen? Ik ben nog steeds, sinds dag 1, super fan van jou. En weet je wat ik echt een trauma-stukje had? Met alle respect, toen jullie die bank gingen overvallen. Je denkt toch niet dat ik een fucking varken op mijn kop ga zetten? Rat op het jou niet! Ik zijn er misschien al 60 miljoen keer opnieuw moeten doen voor mensen. Oh, vooral. Hey, doe eens alsjeblieft nog één keer die van die varken. Hey, kom maar op. Oké, en actie. Nog een keer. En reactie. Nog één keer. En... Wat is dit? Je denkt toch niet dat ik een fucking varken op mijn kop ga zitten? Helemaal verkracht. Ja, jij zegt dat je een fan van me bent. Jij zegt dat je alles hebt gezien. Hoe kan je niet herinneren dat je hem krijgt? Wat is het? In de volgende scène gaat Rarko naar de directeur. En die is op zijn zachtst gezegd niet blij met zijn gedrag. Stop maar. Weet je waarom ik je de klas uit heb gestuurd? Weet je waarom je strafwerk hebt gekregen? Dat weet je niet. Je weet het echt niet. Nee. Lees wat hier staat. Ik mag niet eens voor. Dus je weet het wel. Maar is die Ahmed niet ook zo? Ahmed heeft het misschien voor het eerst gedaan. Jij schreeuwt al sinds dag 1, vanaf groep 4. Rarko, ik ben het gewoon helemaal zat. En het ergste vind ik dat je niet snapt dat je niet waarom je eruit gestuurd bent. Maar waarom komt die altijd niet? Maar u kijkt altijd naar mij. Ik hoef niet naar je te kijken, ik kan je horen. Ja, maar thuis gaat het niet goed en dan kom je naar school, dan denk ik van, ja. Wat is er thuis aan de hand? Vertel, Rarko, wat is er aan de hand? Rarko. Oké, je hoeft er niet over te praten.
Je mag gaan. Je mag gaan. Je mag gaan. Je mag gaan, ja? Ik heb hem geboord. Ik heb hem nooit getrapt. Het is me erg goed. Oh, het is gewoon een klein stukje bij mijn pisco. En dan nu het moment, de nabeschouwing. Mimoen gaat hem even goed uitleggen wat acteren nou eigenlijk inhoudt. Wat ging er goed en wat ging er fout? Als ik naar jou zou kijken, zou ik lachen. Maar ik was gefocust op die plaatje en dat ik gewoon zo... En praat is en praat is. Ja, maar weet je, kijk Ranko. Wat is acteren? Acteren is iemand anders zijn. Je bent op dat moment niet Ranko die naar iemand kijkt en dus lacht. Is het in je hoofd of is het gewoon... Alles! Je bent niet meer Ranko die op straat een YouTuber is. Ja. Je bent een andere personage. Je bent nu de leerling die in de klas vervelend was en die straf heeft. Dus je hebt geen enkele reden om hier te lachen. Ranko! Ik zeg eerlijk, jij leek op die Marokkaanse topatleet Gerouz. Ik ken Hicham Gerouz, want ik heb een Mathieu Gerouz. Ik durf met jou een challenge aan te gaan. We gaan nu van hier tot en met die paal rennen. En wie als eerste hier heeft gewonnen. Kijk wie die challenge heeft. Nee. Wacht. 20 kilo geleden zou ik die challenge graag met je aan zijn gegaan. Ja? Maar nu kijk maar. Durf je het? Ik durf het, maar ik ga verliezen. Okay, wacht, ga ik even eerst met... Vriend, wie niet sterk is, moet slim zijn. Mimoen! Ja. gaan we even spelen dat je mijn Thai-box in de bed? Ja, zeker man. Dus even klik. 1, 2, klik. In de volgende scène speelt Mimoen de zaakwaarnemer van kickboxer Ertu de O. Het is gewoon Rarko. Definitief. Ik ga het nu al naar vertellen. Ik ga het nu vertellen, ik wil je zo. Het is gelukt. Het is gelukt. Je hebt een wereldtitel gevecht. Wie? Pagnacloef. Wie is dat? Je weet wie dat is, wat? Oh. Iedereen weet wie dat is. Iedereen weet wie dat is. Iedereen, hij is de wereldkampioen. Je gaat tegen hem vechten en dan ga jij een nieuwe wereldkampioen worden. Oké, dat ging dus redelijk. Met andere woorden, het moet nog een keer. Round 2. Ik ga nu wel. Kijk wel eens op. Ik heb groot nieuws. Hij is binnen. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. 4 oktober vecht jij voor de wereldtitel tegen Michaelson. Kom aan, man! Hey, rustig. 50.000 als je wint, plus een wereldtitel. 50.000 plus een wereldtitel. Wat gaan we doen met Michaelson? Wat? Met de mond. Wat gaan we doen met Michaelson? Ik ga hem klaar. Gaat hij je klaarstonden? Trainer. Ga maar in de ring. Ik wil dat je nu voluit gaat. Zelfs op het moment dat ik je vertel dat het je een wereldtitel gevecht was, 1 foutje. Toen ik zei 50.000, weet je. Je weet wat je verdient tijdens die partijen. Snap je? Ooit op straat ben aangesproken of ik in een film wil spelen. Hoe ben je? 2002. Hoe was dat gebeurd? Ik liep gewoon op straat. Dat was toen nog niet zoveel Marokkanen ingeschreven in castingbureaus.
ik meen het echt serieus, Rako. Dus er waren gewoon mensen op straat die een soort van die ronselden. Van, hé, ben je Marokkaans? Ik zei, ja. Wil je een film spelen? Ik zeg, meen je dat serieus? Ja, ging ik mee. En toen heb ik auditie gedaan. Toen je voor het eerst een personage Rako zag, wat ging doorheen? Ik zweer het. De beste castingbureau ooit is Soufiane Touzani dat hij jou gevonden heeft. Ik vroeg me af, hoe komt hij aan jou? Waar heeft hij jou gevonden? Je bent echt uniek, Rako. Ik zweer het op alles wat me lief is, jij bent uniek. Maar word ik een beetje emotioneel. Dat mag. Want jij vertelde me dat je eigenlijk niet wilde YouTuber. Toen zei ik tegen jou, Rako, jij bent gemaakt voor YouTube. Jij bent gewoon, zelfs zonder dat je iets zegt. Dus ze zijn wel eens op straat gelopen, mensen vinden je leuk enzovoort. Blijf die persoon. Wees gewoon lekker jezelf, ga lekker genieten, doe wat je, waar je het beste in bent. En dat is gewoon Rako zijn. Ik wil de M tot de M, Mimoen, bedanken voor deze hele mooie dag. Ik heb vandaag geleerd hoe je een echte acteur moet zijn. Ik moet nog veel leren. Nee, maar wacht even. Opnieuw. Nee. Je hebt het goed gedaan. Ja? Maar ik heb je niet geleerd hoe je een echte acteur moet zijn. Ik heb je een paar tips gegeven. Wat ik altijd gebruik, en als je misschien met een andere acteur gaat praten, die geeft je weer hele andere tips. Het enige wat ik je mee wil geven, blijf altijd dicht bij jezelf. Geloof in jezelf, leer je tekst uit je hoofd, kom op tijd, wees vrolijk en vriendelijk tegen iedereen. En dan kan het bijna niet fout gaan. Ik kan het niet laten gaan, ik voel je armen. Hey, replay nog wel vroeger. Replay, met Gordon. Replay. Die broek, merken, kleding. Nee, natuurlijk ken ik ze. Wat, het is de R tot O, Mimoen, het is gewoon... Rako, ik heb geen promotie nodig, man. Ik ben blij dat ik mee een filmpje mocht spelen. En word allemaal abonnee van Rako, support hem. En alleen maar liefde voor die gozer.